Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik zag laatst dat Manon Tilstra, ik denk dat jullie haar allemaal wel kennen, een eigen collectie samen met Naked had uitgebracht. En ik zie dat tegenwoordig best wel wat influencers in samenwerking met Naked of met andere merken een collectie uitbrengen. Dus ik vond het wel interessant om daar een video over te maken. Deze video is niet gesponsord, ik heb alles met mijn eigen geld gekocht. Ik had het met een vriendin van mij hierover, namelijk Lynette. Misschien volg je haar ook en zij heeft een format op haar YouTube kanaal genaamd Is het je geld waard? En daar reviewt ze als het ware onder andere influencer collecties. En toen had ik het met haar over deze collectie. En toen zei ze, ja, je moet ook gewoon bestellen. En zo is deze video eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Lynette en ik zijn twee compleet andere personen. Twee compleet verschillende lichamen en ook verschillende stijlen. Mocht je benieuwd zijn naar de items die ik heb gekocht van de Manon Tilstra Naked collectie, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb hier het pakketje. Ik heb in totaal 6 items besteld volgens mij. Het totale bedrag van al deze items bij elkaar was €188,56. Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik een kortingscode had gebruikt, waardoor ik 20% korting kreeg. Ik vind dat de prijs van Naked best wel aan de hoge kant zijn. We hebben hier een tie sleeve shirt. Dus dit is een blouse. Ze heeft deze in 2 kleuren uitgebracht. Wit en een soort van oud roze volgens mij. En ik vond hem zo ontzettend mooi. Ik ben helemaal into blouses. En hij heeft een soort van glans of zo. Waarom ik deze blouse heb gekocht is omdat ik de mouwen heel erg leuk vind. Je kan ze dan zo vastknopen. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe deze zal staan. We hebben hier de blouse. En ik moet eventjes eraan wennen, want hij is redelijk aan de grote kant. Het is een maat 38, maar ik had ook een maat 36 kunnen nemen. Want ik wist niet dat hij zo groot zou vallen. En ik denk dat ik hem op deze manier zou dragen met een knoop, want anders is hij best wel groot. Kijk, ik vind dit minder mooi. Het kan wel, maar het is minder wat ik zou doen. De mouwen daarentegen vind ik wel heel erg leuk, want ik ben helemaal verliefd op deze mouwtjes. En ik heb nog niet zo'n soort blouse, weet je. En hij schijnt een beetje door. Ik weet niet of je het ziet op camera, maar in real life zie ik wel mijn BH zitten. Het is altijd een risico met wit dat je iets doorheen ziet, maar ik heb een huidskleurige BH onderaan. Dus op zich kan het wel. Ja. Ik heb niet echt kleurrijke dingen gekocht, want bijna alles is wit. Ik zag dat Manon een bepaalde setje had gecreëerd. Ik dacht eerst dat het een jurk was, maar het was een rok en een top. Dus we hebben ook de rok besteld. Trouwens, al deze items heb ik in de maat 38. We hebben hier de rok. Hij is wit, zoals je kan zien. Dus het zal mij benieuwen of het heel erg doorschijnt of niet. Ik merk wel gelijk dat deze rok verschillende lagen heeft. Dus een grote kans dat je je onderbroek niet ziet zitten. Maar ik hoop dat ik hem pas. Want ik vind het heel erg lastig in te schatten wat voor maat ik heb. Want de ene keer heb ik een 38 bij Naked. Maar de andere keer een 40. Dus ik heb nu voor een 38 gekozen. Dus maar hopen dat ik hem pas. En anders moet ik hem terugsturen. Dit is de top die Manon ook aan had. Ik vind het wel wat hebben. Hij heeft hier van die pofmouwtjes. En dan sluit die weer mooi strak aan. De items vind ik leuk. Alleen de maten zijn niet juist. Ik vind dat zo vervelend. Want op webshops heb je vaak wel een matentabel. En dan meet je jezelf op en denk je, oh, maar dat is wel mijn maat. Maar nee. De rok vind ik zo leuk. Leuker dan verwacht. Alleen hij is te klein. Ik had beter een maat 40 kunnen nemen. Dus dan weten jullie het ook. Als jij een beetje tussen de M, misschien L zit, maar overal een maat M hebt. Het ligt ook aan je figuur hoor. Ik zeg niet van, oh, je moet dan die maat hebben. Maar als je een beetje een soort gelijk figuur als mij hebt, dan is het misschien handig om een maat 40 te nemen in plaats van een 38 als je deze rok zou willen. Hij heeft hier een rits. Alleen hij gaat niet dicht. Hij is hier daarvoor veel te klein. Terwijl bij de mouwen zit het helemaal top. De mouwen zitten top. Alleen dit gedeelte kan gewoon niet dicht. Dus dan zou ik hiervan ook een maat 40 moeten nemen. Aan de ene kant zou het op zich al prima zijn. Want dan zit het hier wel oké, I guess.
Maar dan ben ik bang dat de mouwen veel te grote ogen. De outfit vind ik leuk, alleen het is niet de juiste maat. Helaas. Dan nog een wit topje. Dit is een off-shoulder top. Heel erg leuk voor de zomer, denk ik in ieder geval. Hij is wel, naar mijn mening, best wel redelijk cropped. Jullie vragen je waarschijnlijk af van, Sabrina, waarom sta je zo met het topje voor je? Ik pas hem niet. Ik wil helemaal niet negatief zijn over de collectie. Maar de maten kloppen niet. Normaal gesproken, als ik een 38 aan heb, dan pas ik het. Ik kom hier niet in. Dit item heeft ook een hartstikke leuk ritje. Ik dacht gewoon, dat is handig, weet je. En dan kan je makkelijk in het item komen. Maar het model vind ik leuk. Maar ze hadden er beter voor kunnen kiezen om het stretchy te maken. In plaats van met een rits. Want ik vind dit niet handig. Dan hebben we een heel simpel topje. Die voor mijn gevoel best wel aan de prijzige kant was. Voor een simpel topje. Ze verkopen hem in het beige, maar ook in het wit. Maar ik dacht, als deze gewoon heel erg comfortabel zit, is het een ideaal topje om tijdens de warme dagen gewoon te gaan dragen. Hij voelt wel heel erg lekker aan. En kwalitatief. Dus dat scheelt. Normaal gesproken draag ik topjes van een paar euro. Van de Primark of van de H&M. Maar als dit ook het geld waard is, dan is het prima om ietsjes meer te investeren in een simpel topje. Ik heb niks negatiefs over dit topje te zeggen. Hij is heel erg simpel. Maar het is een hele goede basic. Oh, wacht even. Wat nou als ik deze blouse eroverheen doe? Of je dan het topje eronder ziet? Oh! Ik zie mijn BH niet meer. En ik zie het topje eigenlijk ook niet zo erg meer. Ja, zo kan je die blouse ook dragen. Nee, het topje vind ik helemaal top. Het topje vind ik top. Deze ga ik sowieso houden. Ik merk wel dat die gewoon heel chill zit. En ja, ik kan nu natuurlijk niet veel over de kwaliteit zeggen. Of ik het echt het geld waard vind om zoveel aan zo'n simpel topje uit te geven. Maar ja, als hij gewoon een hele tijd meegaat en niet lelijk wordt in de was, dan is het een prima ding. Ja, het is even een kleine investering. Maar als je dit wekelijks zou dragen of bijna dagelijks zou dragen, dan is het helemaal top. En het allerlaatste item dat we hier hebben is een longsleeve shirt. En dit is het enige kleurrijke item wat ik heb besteld. Het model van deze top sprak me aan, vandaar dat ik hem ook heb besteld. Alleen ik vond het jammer dat ze hem maar in één kleur hadden. Ik vind het een mooie kleur. Ik vind hem mooier in het echt dan op de afbeelding. Ik vond de afbeelding op de webshop ook wel leuk. Maar toen had ik niet echt het gevoel van, ja, ik wil jou hebben. Dus het was echt een twijfelgeval. Maar nu ik hem zo zie, denk ik, oh, hij is nog best wel leuk. Ik moet een beetje aan deze look wennen. Ik vind het niet verkeerd. En ik draag nooit zo'n kleur. Dus ja, ik kijk de hele tijd daar in de spiegel van, oh, het is wel nice. Het heeft wel wat. Alleen, ik weet niet of ik dit fijn of minder prettig vind. Maar aan de zijkant is een rits. Alleen, ik krijg hem niet echt goed dicht. Dus voor nu laat ik het even zo. Aan de ene kant is het prettig. Want dan kan je makkelijker in het shirt komen. Want anders, ja, het is niet echt stretchy. Dus dan is de kans groot dat je hem misschien kapot zou maken. Dus het is wel fijn dat er een rit zit. Maar ik ben zo erg aan het struggelen ermee. Ik weet even niet wat ik van het stofje vind. Ik vind het wel echt een zweetstofje. Het is niet echt een item voor als het warm weer is. Want je zweet er te snel in. Ik heb het best wel warm in mijn kamer. Dus grote kans dat binnen no timer een zweetplek komt. Dus dat is wel een minpuntje eraan. Maar qua look vind ik hem wel heel erg leuk. Een eindconclusie over deze collectie. Ik vind de items heel erg leuk. Het is wel echt mijn stijl. Alleen de maten, die kloppen niet. Dit is dan voor een 38 naar mijn mening iets te groot. Ik vind het wel leuk als het oversized is. Maar ja, dat verwacht je eigenlijk niet. Dit topje 38 zit op. Alleen de andere items, nee. Ik vind dat naked daar wel aan kan werken van de maatverhoudingen. Maar hey. Overal vond ik dit wel een geslaagde video. Want zo hebben jullie, maar ik ook, inzicht kunnen krijgen op hoe de items nou daadwerkelijk vallen. Een pluspunt aan online shoppen is dat je de items terug kan sturen of kan ruilen. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel zonde, want je wilt dat het direct
goed zit. Mocht je zo'n soort video vaker willen zien, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jouw ervaring met naked is. Kloppen bij jou de maten? Of valt het ook wel eens tegen? En ik ben ook benieuwd welke influencers binnenkort samen met naked ook een collectie gaan uitbrengen. Want ik vind het wel interessant om zulke items te zien. En voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!